Aan de Olomettistraat, te Menkendam, viel er vandaag wederom een leven te betreuren. En het gaat dan om het leven van een jonge Surinamer, 20 jaar. Wat we hebben begrepen, was er een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de dader, die elkaar trouwens heel goed kenden. Ze waren vrienden, buren, bijna familie zelfs. Ze moeten op een gegeven moment ruzie hebben gehad om het een of het ander. En in een bepaald moment heeft de 19-jarige met een scherp voorwerp het slachtoffer een steek in de lichter in de linkerzij toegebracht. Dit heeft hij niet overleefd. De verdachte is daarna over een schutting gesprongen. En ten tijde dat wij deze opname maakten, was hij nog steeds voortvluchtig. Het slachtoffer is naar wij vernemen afgelopen vrijdag 20 jaar geworden. Dit was Gil Eyck, Sunweb TV. Nagekomen nieuws is dat de verdachte inmiddels wel is aangehouden.